Ja, en ondertussen nadert carnaval ook nog eens. Tenminste, de periode waarin we normaal dat feest der feesten vieren. Nu dus even niet. Toch gaat Omroep Brabant proberen de stemming er nog een beetje in te brengen. En dan mag drie uurkes vooraf natuurlijk niet ontbreken. De vraag is hoe en hoe kan het veilig? Ja, dit moet het ongeveer gaan worden, maar dan natuurlijk veel beter, dat snap je. Geen dampende tent vol feestende mensen, maar een coronaproof feest. We brengen drie uurkes naar de woonkamer en de woonkamer naar drie uurkes. De thuisvierende carnavalisten zijn er veilig bij via een videomuur. En daarvoor kan je je inschrijven vanaf komende maandag. En het leuke is dan dat je echt een exclusief kijkje krijgt tijdens die uitzending, waar allemaal artiesten op komen treden. We gaan ook met de mensen schakelen. En de eerste 50 mensen die zich inschrijven, die krijgen als VIP nog iets heel leuks erbij. Dus je doet het ook niet voor niks. En een feestje blijft het zeker, want het podium wordt bijna als vanouds. We hebben eigenlijk van alles. Natuurlijk zijn we allemaal heel streng aan het kijken hoeveel mensen mogen er komen. Hoe zit het met het protocol qua coronaregeltjes. Dus er wordt echt wel op gelet dat alles veilig verloopt. Dus je zal iets minder artiesten op podium te zien krijgen. Maar wel gaan we proberen dat iedereen voorbij komt. Week in, week uit hebben wij daar vergaderingen over. En dat dan nu eindelijk het duimpje omhoog komt van we gaan het doen. Dat was voor mij wel even een vreugdesprongetje. Ja, want ja, nogmaals, we kunnen niet zonder, hè? Nee, drie uurkes hoort bij Brabant, hoort bij Omroep Brabant en hoort dus eigenlijk gewoon bij het carnaval. Dus tot 12 februari, drie uurkes vooraf 2021. Ik zou zeggen, klein visje niet!